Ik mag je niet, maar dat komt omdat je een vies Belg bent. Jij praat Belgisch. Dat is dom. Laat maar. Je ziet er wel 13 of 14 jaar uit. Hoe kan je naar deze hoer kijken? Dit wijf heeft echt zo'n punchable face. Yo! Weer een nieuwe video! Hi! Hi, hi! Voor jullie die allemaal dit meevolgen in de chat. Hi! Welkom weer op dit kanaal. Just Jade. Oké, ik heb vandaag echt zin in de video. Deze ballonnen zeggen dat ik van jullie hou. ik zit bij Evert, voor degenen die dat nog niet weten. En ik ga vandaag een haatvideo opnemen. Eerder reageren op haatreacties. Is er genoeg licht? Nee. Hallo. Oei, hallo? Ik was per ongeluk iemand aan het bellen. Oh mijn god. Ja, dat vaker. Sorry, ik had per ongeluk gebeld. Het is Jade. Ja, ik zag dat. Ik dacht zo, oei, ben ik gaan bellen? Maar ik wist niet dat ik al bezig was met bellen. Sorry, hè. Ja, oude goede. Dag. Het was de vaken van Iske. Oké. Heb ik die eraf gehaald, hè? Oh, dat ging net echt goed. Tot ik iemand hallo hoorde zeggen. Ik was echt zo... Ik ging naar buiten kijken. Waar komt dat? Letterlijk, vorig jaar in februari denk ik dat ik dat heb gedaan. Heb ik ook gereageerd op haatreacties. Vandaag gaan we dat nog eens doen. Neem deze video niet te serieus. Ik ga daarop reageren. Maar het is niet dat ik mij dat zo heel hard aantrek, wat sommige mensen zeggen. Sommige haatreacties trek ik mij wel aan, maar dat gaat dan over andere dingen. Dit zijn vooral scheldwoorden. Dus als jouw volume op luid staat, zet je volume dan laag of zet een koptelefoon op. Want er gaan in deze video vieze woorden gezegd worden. Ik waarschuw jullie maar en sorry. Want ik scheld echt niet graag in video's, dus daarom maak ik deze video's ook niet vaak. Laten we beginnen! Maar eerst de shout-outs van de vorige video zijn deze twee. Gefeliciteerd! Wil jij nu ook een shout-out in mijn volgende video? Reageer dan met de hashtag Justice. Mag eender wat. Eender wat reageren. Gewoon als hashtag Justice erin zit, krijg je ook een shout-out. Woep! Voor degenen die dit live kijken, nice. Ik ga elke woensdag en zondag om 17 uur plaats ik een live video. En dan chat ik met jullie, mee in de chat. Ik zit nu ook mee in de chat. Maar als jullie dit niet live kijken, dan niet. Oh ja, ik wou nog vragen, wie heeft dit beddengoed? Eerlijk, iedereen heeft dat toch? Dat is zo'n IKEA beddengoed. Echt, iedereen heeft. Ik heb dat in het zwart en in het roze thuis. De eerste reactie. Raar wijf. Ik ben raar. En ik ben trots op dat ik raar ben. Dus die kleren zijn echt lelijk. Sorry. Dat was een reactie op een shoplog. Er komt trouwens, nu ik deze reactie lees. Dus er komt een Zalando shoplog aan. deze zondag om 17 uur. Dus zet alvast jullie wekkers. Uw moeder is een... Oeh, grote Belg. Excusez-moi. Ken je mijn mama? Nee. Moet je zwijgen over mijn mama? Ja. Wow, gekko gang. Coole naam hoor. En dit haat ik echt, hè. Mensen die schelden met kanker. Like, kunt je nog lager vallen? Kan dat? Ik denk het niet. Er staat kankerhoer wat je bent. Jij kunt niet schrijven. Je bent echt een KKR-hoer. Hoi, kuthoertje. Letterlijk, waar slagen deze reacties op? Eerlijk. Hoe kan je naar deze hoer kijken? Ik ben geen hoer, daarom kun je naar mij kijken. Anders zou je niet op de website YouTube zitten. Hoer, dat ben jij. En jij bent de blobvies. Blobvies, dat ben jij. Hoer. En dan is zo een ding. Maar ook girl. Sarah zegt, wat een hoer. Ik vraag me af, weten sommige mensen wat een hoer betekent? Het is echt een super vulgaire woord. Zelfs het beroep noemt je niet zo. Het heet een prostituee. En dat ben ik niet. Ik ben een YouTuber en ik ben een student en ik ben een meisje en ik ben een vriendin van Evert en ik ben een dochter en ik ben een vriendin. Lelijk hoer. Ik mag je niet, maar dat komt omdat je een vieze Belg bent. En jij bent een vieze racist. Ja, sorry, maar dat is gewoon echt racistisch. Vieze Belg. Ik was mij elke dag hoor. Balniba zegt vieze Belg. Deze reactie is heel grappig. Wijf, lach is niet zo dom en gemaakt. Lompe truut. En zijn naam of zijn of haar naam is
Enjoy! Make a better world! Dus jij gaat een betere wereld maken door haatreacties te plaatsen. You're so nice! En je echt een kutwijf ben jij, hè? Je geeft die ex valse hoop. The fuck, man, tyfuswijf. Echt zo'n Nederlander schelden met tyfus. Oh. En dit was trouwens op een video van echt 1000 jaar geleden dat ik een prank had gemaakt op mijn ex. Dit wijf heeft echt zo'n punchable face. Wanna punch this? Stomberot wijf. Kutwijf. Lelijk wijf. Oh ja, en ik heb zo een app en dan kun je zo zien welke mensen dat er geabonneerd op je zijn. Dus als je dat openbaar hebt staan, dan zie ik of jij geabonneerd bent op mij of niet. En dat rood icoontje is dus het teken dat ze geabonneerd is op mij. En zij zegt, lelijk wijf. Waarom ben je dan geabonneerd? Kijk dan niet naar mij. Wat een irritant kutwijf. Zwijg gewoon, achterlijk wijf. Uw uitleg is even gehandicapt als Jade. Dit was een reactie op iemand. Dat is hun reactie die mij verdedigde. Thank you voor diegenen die me altijd verdedigen in reacties. Het is kei lief. Wijf, je bent echt een domme trut. Een half jaar geleden was je 10 en nu 13. 19. Laat maar. Je ziet er wel 13 of 14 jaar uit. Dat was op een Omegle-video waar ik alsof doe om te laten zien dat dat een vieze website is. Jij bent zo dom. Wel, beste Zoe, volgens mij ben je nog dommer, want je kunt niet schrijven. Ah, Liana is slimmer. Ze zegt, je bent dom. Ja, dat is een betere zin. Sorry, je bent dom. Maar pinpas is een pas waarmee je pint. En bankpas klinkt super raar. Ik heb niks tegen Belgen, maar wel tegen Just Jade. Ik ben niet van die haatreacties, maar nu moet het gewoon. Wel, beste Nathan. Een pinpas is wel zeker een bankkaart. Volgens mij bent jij gewoon dom, want met een pinpas ga je pinnen. En met een bankkaart ga je gewoon geld afhalen of betaalt je. Dus dat is exact hetzelfde. Neem deze trouwens niet serieus, want mensen dat daar niet door hebben. Letterlijk, die reacties maken mij echt niet uit. Dat is gewoon grappig dat mensen zo denken. Bankpas klinkt super raar. Je zegt ook niet bankpas, je zegt bankkaart. Nou, waar ga je? Ga je naar het pingebouw? Je gaat toch naar de bank? Niet? Noemen jullie dat? Gewoon, ik ga pinnen. Je gaat toch naar de bank? Hoe noemen Nederlanders een bank? En dan heb ik het niet over een sofa. Dan heb ik het over de bank waar je geld gaat afhalen. Dat is echt heel dom van je. Je bent zo dom, want hoe ga je dit bewaren, dommerd? Welke jaren? Dit was dus op een video waar ik slijm met squishies had gemengd. En zij denkt dat ik die slijm met squishies ging bewaren. Dat ik duidelijk in die video had gezegd dat ik die slijm naar PressTube ging sturen. Want PressTube heeft daar verschillende dingen mee gemaakt. En die slijm is nog super lang goed gebleven, dus... Waarom gebruik jij het deuntje van de Sims? Ben je dom? Waarschijnlijk wel dus. Waarom gebruik je het deuntje van de Sims? Dat is leuke muziek en dat is copyright free. ja. En die is ook geabonneerd op mij. Dat is gewoon echt gewoon grappig om te zien. Jij praat Belgisch. Dat is dom. Volgens mij ben jij dom, want Belgisch bestaat niet. Het is Vlaams. Ik spreek Vlaams. Niemand spreekt Belgisch. En dan nog, dan zouden mijn hoofdletter moeten. Heel dom. Zonde van de squishies. Dat was dus ook op een squishy video. Ik had dus slijm en squishies gemengd. En dat was niet zonde van de squishies, want dat zijn geen hoge kwaliteit squishies. Die squishies had ik op AliExpress gekocht. Die heb ik in bulk gekocht. Dus dat betekent dat ik zo echt een heel groot pak denk van... Ik denk dat er 20 in zo'n pak zaten. Dat zijn echt van die heel kleine squishies. Dus dat zijn geen dure dingen. Ik snap dat sommige mensen dat verspilling vinden. Maar de video heeft 6 miljoen views. En voor 6 miljoen views wil ik echt wel 150 squishies in slijm mengen. Waarom niet? Ik entertain mensen. Dat is wat ik leuk vind. Stomme video. Echt dom. En dat komt dan van een meisje met dezelfde naam als ik. Maar die heet Jade of Jade. Dat is mijn accent op de E. Oké, dat was het dan. Als allerlaatste werd ik uitgescholden door mijn naamgenoot. Het ding is deze een betere belichting? Ah. Het ding is, dat maakt mij echt totaal niet uit dat mensen zo'n belachelijke reacties zetten. Meestal op zo'n haatvideo zoals deze krijg ik nog meer haatreacties. Dus ik ben benieuwd naar de reacties onder deze video. Maar niet bang zijn mensen, ik ga daar echt niet om huilen straks in mijn bed of zo. Ik denk dat elke YouTuber of elke influencer daar anders mee omgaat, met haat. En dat zijn mensen dat je niet kent. En als je haat krijgt, dan heb je het al zo ver gemaakt dat je haat krijgt.
Dat is ook wel een ding. Je moet het positief bekijken. Het ding is, ja, weet je, als je wilt haten op mij, dan is dat zo. Maar kijk dan gewoon niet naar mijn video's. Wel, dat is alles wat ik te zeggen heb voor vandaag. Kom zeker zondag terug om mee bij mij te chatten, mee online te gaan. Dan heb ik ook nog eens contact met jullie. En ik ga zeker nog live gaan op mijn Instagram of op mijn TikTok. Of omgekeerd. Ik weet niet wat Instagram of TikTok is. Instagram? TikTok? TikTok, Instagram? Volg mij daarop, zeker. En dan zie ik jullie daar. Toedeloe! Ik hoop dat jij deze video leuk vond. Druk op dit bolletje om te abonneren. Dat zou me heel blij maken. En naast het abonneerknopje staat ook een belletje. Daarop kan je klikken en zo ontvang je elke keer een melding als ik upload.